Even voor alle duidelijkheid. We gaan even zitten, want ik wil even een rondje. Ik ken uiteraard nog niet alle raadsleden. En voordat ik bepaalde blunders maak, ga ik nu eerst alle raadsleden een hand geven. En ik vind het heel vervelend om raadsleden straks bij de etende verklaring tegenover mij te zien dat ik ze geen hand heb gegeven. Ga ik even heel vlug doen via de binnenring. En dan ga ik beginnen met eerst het ambtsgebed en dan de opening van de vergadering. Maar dan weet ook iedereen waarom ik dit doe. Want anders zult u ook denken van nou, het is toch wel een beetje vreemd dat ze dat nu doet. Anders doen we dat altijd eerder. Goed, ik zal het ambtsgebed uitspreken en ik verzoek u wanneer u dat wenst te gaan staan. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. U kunt weer hoppie. U kunt hier gaan zitten als u een zetel heeft. Ja, we hebben wat stoelen te weinig, zie ik. Ik heet u allen van harte welkom. In de eerste plaats uiteraard de raadsleden die vanavond de eed en de belofte zullen afleggen. Van harte welkom. Ik heet het college van harte welkom. Ik heet familie en andere belangstellenden van harte welkom om ook dit mooie moment, om dat met elkaar te mogen meemaken. En ook uiteraard als u kijkt, meekijkt, meeluistert, ook u allen van harte welkom. Iedereen is er en iedereen heeft het tekenboek getekend, dus alle handtekeningen staan erop dat u aanwezig bent. Dus kan ik met de vergadering beginnen en ik vraag u of wij de agenda conform het voorstel kunnen vaststellen. En dan is de eerste vraag van, wil iemand daarover het woord? Wil iemand stemming? Zo niet, dan is het unaniem de agenda vastgesteld en gaan we daarmee verder met het agendapunt 3, de installatie van de raadsleden. En ik zal dan ook daar achter het katheder plaatsnemen. Geachte leden van de gemeenteraad van Twenterand, straks legt u de eed of de belofte af waarbij u publiek een aantal uitspraken bevestigt. De laatste jaren is er veel gesproken over integriteit in het openbaar bestuur. Integriteit van politieke ambtsdragers is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur, de democratie en het vertrouwen van de burgers. Integriteit is van alle jaren, getuigen ook de volgende woorden van Plato. En Plato leefde van 427 tot 347 voor Christus. En hij heeft gezegd, goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen. Het raadslidmaatschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. U bent op 21 maart gekozen om de inwoners van Twenterand in de gemeenteraad van Twenterand te vertegenwoordigen. Als gemeenteraadslid zult u steeds politieke afwegingen maken.
waarbij ook het algemeen belang tegenover het individueel belang afgewogen moet worden. U zit er voor de hele gemeente Twenterand en vanuit uw eigen politieke overtuiging maakt u deze afwegingen. Het kan zijn dat u zich soms onder druk gezet voelt om een bepaald besluit te nemen, terwijl u zich dan afvraagt of dit ten goede komt aan de gemeente Twenterand. Voelt u dit of voelt iets niet goed en u wilt erover doorpraten, weet dan dat mijn deur altijd voor u open staat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw keuzes, maar soms is het goed om te sparren met iemand die boven de partijen staat en dat is, zoals u erop mag vertrouwen, uw burgemeester en ook voorzitter van de raad. U neemt de verantwoordelijkheid omdat u vanuit uw eigen achtergrond het beste voor heeft met de gemeente Twenterand. In tijden waarop het best lastig is goede volksvertegenwoordigers te vinden, staat u op en gaat u aan de slag. Dat is iets waarop u trots mag zijn. Als uw burgemeester ben ik in ieder geval blij u hier als gemeenteraadslid van de gemeente Twenterand te mogen beëdigen en de belofte te mogen afnemen. Ik lees nu zo de eed, de belofte, voor en vervolgens zal ik elke raadslid daar vragen naar voren te komen en of de eed of de belofte af te leggen. En ik zal het dan ook zeggen, als ik uw naam zeg, zal ik ook aangeven wat u heeft aangegeven om af te leggen. Want het is toch altijd wel een zekere spanning die het is, als je dat toch ook mag doen op zo'n moment. En u kunt precies tegenover mij staan en niet achter de microfoon, want dan zou het voor de mensen wat minder zichtbaar zijn. Ik zweer, verklaar, dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. En voor degenen die de eed gaan uitspreken, twee vingers van de rechterhand gesloten en dan zo waarlijk helpen mij God almachtig. En degenen die de belofte doen, dat verklaar en beloof ik. Volgens mij is het, ja, ik heb de microfoon aan. Hij doet het. En die doet het ook, dus het gaat goed. De heer Albersen, en die heeft aangegeven. U heeft aangegeven de belofte. De belofte te zullen doen. Ik moet heel stil staan. Doei. Dat verklaar ik, beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Ja. Hallo. Het was heel snel, sorry. Nee, nou ja, het is natuurlijk donderdagavond ook, dinsdagavond ook. We moeten eerst even in het ritme komen. Precies. Weten hoe het gaat. Ik ben de eerste. Van harte gefeliciteerd. Dank u vriendelijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Het is er altijd eventjes. U mag nu gaan zitten. U mag de bloemen voor u op uw tafel leggen. Dan weten we ook wie het allemaal gedaan hebben. Ja, het is even. We hebben het ritme weer voor elkaar. Dan mevrouw Bulakker. En u heeft aangegeven ook de belofte te willen doen. Iets hoger. Ja, doe ik. Dat verklaar en beloof ik. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft. Ik blijf zo staan, want het is heel raar. Ik weet dat nu iemand van achter mij komt. Mevrouw Bramer en heeft aangegeven de eed af te willen leggen.
Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dan de heer Elzinga, die heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. Ik hoop het. Klaar, geloof. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Dan de heer Engbert, die heeft aangegeven de eed af te willen leggen. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dank je wel. De heer Engbert heeft aangegeven ook de eed af te willen leggen. Niet zoals het hoort. Wat doe ik fout? Niks? Oké, ik doe niks fout. Heer Engels. De eed. Zo waarlijk helpt er mij God almachtig. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan de heer Harmsen heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. Dat verklaar en beloof ik. Ja. Dan mevrouw Hilbrink heeft aangegeven de eed af te leggen. Zo waar ik help mijn God almachtig. Het gefeliciteerd. Alsjeblieft. Dan de heer Huisjes heeft ook aangegeven de eed af te willen leggen. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. De heer Kerkdijk legt ook de eed af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, we zijn een tijdje bezig. Ja, daarom. Dan de heer Kopers legt ook de eed af. Zo waarlijk help ik mijn God almachtig. Dan de heer Koster legt ook de eed af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Sorry. Alsjeblieft. Dank u. De heer Kouder legt de eed af.
Zo waarlijk help mijn God almachtig. Ja. Nou, drie keer zou ik moeten doen. Ja, spanning. De heer Laumann legt de eed af. Zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Dank u. Dank u. Mevrouw Makkinga legt de belofte af. Dat verklaar en beloof ik. Ja, van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. De heer Pape legt de eed af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank je wel. Alsjeblieft. De heer Paters legt de eed af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De heer Reusken legt de belofte af. Dat verklaar en beloof ik. Dank je wel. De heer Sloot legt de belofte af. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. De heer Smelt legt de eed af. Nou, het voelt heel ongemakkelijk dat ze van achteren. Ik zeg het mij heel eerlijk. Maar goed, ik ga niet te veel leven. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Mevrouw Smelt legt de eed af. Zo waar helpen mij God almachtig. Hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft. De heer Stolte legt de eed af. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. En de heer Veldmeijer legt de eed af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hartelijk beste. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik heb natuurlijk iedereen persoonlijk gefeliciteerd, maar ook vanaf deze plaats allemaal van harte gefeliciteerd als lid van de gemeenteraad van Twenterand. U bent nu gemeenteraadslid.
een grote verantwoordelijkheid. Maar het is ook mooi om in deze raadzaal uw verantwoordelijkheid te nemen. De kiezers van Twenterand hebben hun vertrouwen aan u gegeven. Als gemeenteraadslid heeft u verschillende rollen. De volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende. U geeft zelf invulling aan deze verschillende rollen, ook vanuit uw politieke achtergrond. Raadslid ben je niet van 9 tot 5. U bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week raadslid. En zo wordt u ook gezien in de verschillende kernen. Net zoals ik 24 uur per dag burgemeester van deze gemeente ben. Daarbij hebben wij een voorbeeldfunctie. Dat verwachten de inwoners, bedrijven en organisaties van ons. Het spreekwoord "goed voorbeeld doet goed volgen" is nog altijd actueel. Hoe dan ook, u zult best eens op uw gedrag of optreden worden aangesproken. Persoonlijk, in een vergadering, op social media, in de krant of op televisie. De kunst is open te staan voor suggesties, kritiek, opmerkingen en complimenten en dan die zaken eruit halen die voor Twenterand van belang zijn. In de raadzaal van onze gemeente vinden de raadsdebatten plaats en worden besluiten tijdens de gemeenteraadsvergaderingen genomen. Als voorzitter van de gemeenteraad hecht ik eraan dat we in de debatten respectvol met elkaar omgaan, ook richting college, ambtenaren, inwoners, ondernemers en organisaties. Ik vind dat van groot belang, ook gezien onze voorbeeldfunctie. Zoals de leden die zitting hadden in de gemeenteraad van 2014-2017 weten, vind ik een goed en respectvol debat essentieel. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. Ik wens u bij de invulling van het ambt in de gemeenteraad van Twenterand veel wijsheid toe. Dit is dan het einde van deze gemeenteraadsvergadering. En ik heb natuurlijk van de week ook iets aangegeven. Ik zou heel graag willen dat de gemeenteraadsleden met bloemen op de foto gaan hier in de raadzaal. Eén keer met en één keer zonder bloemen. En die zonnebloem is dan meteen ook de foto die ook op de site kan komen en die andere krijgt u. Vervolgens zijn er natuurlijk heel wat mensen die u willen feliciteren. We kunnen twee dingen doen, ik zeg het maar. U kunt in een rij gaan staan, achter elkaar, 23. Of u kunt gewoon rondlopen. En ik laat gewoon aan u wat u wilt. En ik denk dat ik wel een beetje weet welke keuze u maakt. Maar het is aan u, laat ik dat maar zo zeggen, want het is buiten de raadsvergadering en dan heb ik geen verantwoordelijkheid meer. Dus ik zou deze raadsvergadering willen sluiten en ik vraag u om toch de raadsleden meteen hier te komen om op de foto te gaan. Twee keer en dan gaan wij, dan kunt u al uw mensen hier zitten ontmoeten.